huis, kom naar huis, want de koeien staan en springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar beuren er een ring. Die gant ons zo niet door, maar Guus, wat is er aan de hand? Ja, yeah, Guus Uttenwerd is een week of wat geleden. Toen hij terug kwam met de trekker naar het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden. Zijn trekker totaal los en zijn kop in het verband. Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe mozer komen. De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. Op zaterdag het Guus de bus naar Rotterdam genomen. In zijn binzak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus Uttenwerd had zich nooit in een stad begeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroege zei, dat is waar de wilde wijven leven. Die horen stuwer met naar boven gaan voor de vrijerij. Hij zoekt constant, geef je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven. En Guus dat als pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die naakte vliegen blote wilden, Guus kon het niet geloven. Ja, de Uten werd nog nooit er werd, maar Guus had het duel. Huus, kom naar huis, want de koeien staan en springen. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Huus, kom naar huis, want daar beuren er een ding. Die kant ons zo niet door, maar Guus, wat is er aan de hand? Maar Guus Uttenwerd kreeg de zwaard nu goed te bakken. En kocht geen grote trekker, maar een snel Amerikaan. Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp spreekt z'n handen over Uttenwerd en zijn manieren. Pastoor zegt, nou die Uttenwerd komt vast in de hel. Maar Guus vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenen doos aan het wilde wijvenspel. Guus, kom naar huis, want de koeien staan aan springen. De varkens met de vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar beuren er een ding. Die kant ons zo niet door, maar Guus, wat is er aan de hand? Ja, yeah, Guus, dit huis, want de koeien staan aan springen. De varkens met de vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar beuren er een ding. Die kant ons zo niet door, maar Guus, wat is er aan de hand?